Ik heb eigenlijk beslist om op leertijd te gaan, omdat het niet meer zo goed ging in de richting waar ik voltijds nog naar school ging. En toen heb ik erover gepraat met mijn zus en al. Mijn zus had horeca gedaan via Sintra. En zij zei dat het zeker geen slechte beslissing was om via Sintra een opleiding te doen. En vrienden van mij hebben mij dan aangeraden om het helder te doen. En daar ben ik wel heel blij mee, om het is wel een leuke stil om te doen. Dus je hebt veel variatie, het uitlijsten van de muren, het schuren. Verschillende technieken die je moet zetten ook. En dat is ook wel het leuke, dat het niet altijd hetzelfde is dat je moet doen op het werk en allemaal. Ah, oké. Okay. Zit je al hier? Ja. Oké. Okay. Dat is dan het laatste en dat nog misschien tot aan de hoek. Dylan is een heel enthousiast iemand voor zijn leeftijd. Hij werkt ook goed mee. En is bijzonder leergierig ook, wat dat heel belangrijk is natuurlijk. Want je moet ergens een interesse tonen voor het beroep. Ik ben blij dat ik bij hem terecht gekomen ben. Hij leert mij veel zaken en ik ben er wel blij mee dat hij alles wil uitleggen en voortdoen ook als het nodig is. Allee, voor mij is het een grote hulp en terzelfde tijd probeer ik ook mijn ervaringen door te geven aan hem feitelijk.